Vol spanning zaten de leraren en leerlingen van kindcentrum Mondelmijn in Helmond vanochtend te wachten op de uitslag. Ik heb een grote doos meegebracht en daar zitten cadeautjes in. En jullie snappen het al, als je cadeautjes geeft, dan ben je natuurlijk excellent. Hè? Zij zitten dus op een excellente school. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dat is een prijs die je kan krijgen. Nee, een hele goede school. Dat je ook echt een voorbeeld voor andere scholen bent. Mondelmijn zit in een grote boerderij en is een centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het geheim is maatwerk. Ieder kind heeft een programma op maat. Dat betekent dat ieder kind een eigen planning heeft. En in die planning staat precies wat jij op een dag of in een week moet realiseren aan doelen. Nou, zo zie je dat er een meisje werkt aan Frans. Dus bezig met Franse doelen te halen. Zie je dat er een aantal kinderen werken aan het kernconcept energie. Sommige kinderen werken een aantal opdrachten en onderzoeksvragen uit aan de computer. Maar die vraag komt ook terug in concreet materiaal. Want hier zijn ze met elkaar aan het bouwen. De kinderen zitten ook niet meer in een klas of aan een tafeltje. Wat we heel structureel gedaan hebben bij Mondelmijn, is dat we alle keuzes die we gemaakt hebben gebaseerd hebben op wetenschappelijk onderzoek. En dat is zo ontzettend veel bekend in onderzoek over wat wel werkt en wat niet werkt. Zo weten we dat stilzitten eigenlijk de minst effectieve vorm van leren is. En dat als je beweegt als kind, dat je makkelijker leert, dat je hersenen beter samenwerken, dat je gezonder bent, dat je gelukkiger voelt. Nou, we hebben hier heel goed gekeken naar hoe je dat dan in het onderwijs vorm zou kunnen geven. Dus als je goed kijkt, zie je ook geen kinderen stilzitten aan een tafeltje. En dat maakt Mondelmijn voor deze kinderen niet alleen een excellente school, maar ook de leukste school van Brabant. Misschien ook wel van heel de wereld.